Ja, welkom. Goedenavond allemaal. Leuk dat jullie in grote getale aanwezig zijn. 3 juli, maandag, maken we bekend dat Lex weer terug is op de Nederlandse velden en wel voor ADO Den Haag. Dat kon ook haast niet anders. Vorige week is het contact gelegd. Afgelopen zaterdag hebben we elkaar eens goed in de ogen gekeken en waren we allebei heel erg enthousiast van het idee dat Lex vanaf nu weer in het ADO-shirt te aanschouwen is op de Nederlandse velden. En wij zijn er als club ontzettend blij mee. Nee, absoluut. Heel erg fijn. Ik ben een tijd bij ADO weg geweest, maar heel erg blij dat ik weer terug ben op het oude nest, het vertrouwde nest. En ik moet zeggen, gewoon weer, het is lekker om thuis te komen. Het is een warm bad waar je in komt en het huiskamergevoel. En voor mij was er in principe was er maar één keuze mogelijk en dat was ADO. Heeft het definitieve vertrek van Haven naar de komst van Lex makkelijker gemaakt? Nou, staat een beetje los van elkaar, denk ik. Toevallig valt het eigenlijk vandaag gelijk. Het valt samen, maar Lex is een andere speler dan Mike. Dus ik denk dat je dat uit elkaar moet trekken. Hoe voelt het om weer terug te zijn in het Good Old Den Haag? Heerlijk. Ja, voelt als thuiskomen. En wat ik zeg, alle bekende mensen die je weer ziet, heerlijk. Ja. Wat zegt de datum 24 augustus 2007, joh? Voor mij was het met de buurt. RKC uit. Ja. Kwartier voor tijd. Ja, klopt. Weet je nog voor wie je inviel? Was het voor Jury Cornelissen? Ja, hè? Ja, oké, nagaan dat ik dat nog weet. Ja, nee, dat was die dag inderdaad. Uiteraard heb je ook met de trainer gesproken. Welke rol heeft hij geschetst voor jou in dit elftal? Nou, in principe niet echt een vaste rol. Ik denk dat ik oud en wijs genoeg ben. Of in ieder geval oud en wijs genoeg. Ik denk dat ik genoeg ervaring heb om op elke positie te spelen. Voorin, zoals op middenveld. Dus ja, ik heb niet echt een rol. Maar ja, het gaat vooral om dat ik ervaring overbreng aan jonge jongens. En gewoon dat we mooie dingen gaan behalen met ADO. En dat zie ik als mijn rol. En gewoon een belangrijk persoon in de kleedkamer spelen. En zeker naar buiten toe voor ADO. Om gewoon weer ouderwets, net als 6-7 jaar geleden toen ik hier speelde. Om gewoon weer daarheen te groeien. Je bent inmiddels een ervaren speler. Dus je hebt routine en ervaring zat. Is dat ook, wat je net al min of meer aangeeft, jouw rol richting de overige spelers? Ja, tuurlijk, absoluut. Ja, absoluut. Daar ben ik ook wel voor teruggekomen om dat over te brengen. En gewoon, wat ik zeg, ADO weer terug te brengen naar het niveau waar we 6-7 jaar geleden op zaten. En daar ben ik absoluut blij mee dat ik daar weer voor terug ben. En ook zeker in de kleedkamer en op het veld, buiten het veld. Ja, eigenlijk overal als een soort klankbord naar buiten toe, ook voor ADO. Gewoon een goede positieve rol. En dat is eigenlijk waarvoor ik wat terug ben gekomen. Je hebt zowel bij Feyenoord aan Club Brugge aan de bovenkant van de competitie gespeeld. Cardiff City was een ander verhaal. Bij ADO wordt het ook een ander verhaal, denk ik. Stel je daar mentaal ook op in, dat het wel eens een strijd kan worden aan de onderkant van de competitie? Ja, maar die beslissing heb ik genomen. Kijk, anders had ik niet terug moeten komen. En dat is niet de insteek om bij ADO onderin mee te bungelen. Kijk, je weet nooit wat er gaat gebeuren de aankomende weken met spelers. En misschien ben ik wel een soort aantrekkingskracht voor andere spelers die zeggen van nou, laten we dat toch maar naar ADO toe gaan. Want ja, Immers is ook daarheen teruggegaan. En dat is niet iets waar ik vanuit ga. Niet wat ik verwacht. Tot slot, hoe zie jij het sportieve verhaal komend seizoen? Ja, ik denk dat er alleen maar zonneschijn, hoe zeg je dat? Roosgeur maneschijn. Roosgeur maneschijn. Ik denk dat daarna regen en zonneschijn komt. Ja. Dan gaat mee. Oké, super.